Gallery Design en Kunst uit Suriname. KUS houdt vandaag en morgen de eerste art- en flea market in ons land. Op deze flea market wordt de sfeer van het Waterlooplein nagebootst. Er zijn aparte dingen te zien. Men kan goede koopjes doen, lekker eten en leuke mensen ontmoeten. De flea market is open van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds en is gratis toegankelijk. Volgens de directeur van Gallery De KUS, Annette Bijman, is deze market een unieke blend van fijne kunst, lokale design, craft en lokale kookkunst. Kortom, de grote tuin van De KUS verandert vandaag en morgen in een dynamische markt waar alles te zien en te proeven is. En we vonden het een hele leuke combinatie om een markt te organiseren met artiesten, kunstenaars en een gedeelte flea market. Omdat het eigenlijk niet zo ver uit elkaar ligt. Artiesten, kunstenaars, designers, die gaan vaak op rommelmarkten inspiratie opdoen. Dingetjes kopen, snuffelen. Dus dat, het is een leuke combinatie bij elkaar. Dus als men hier is, waarmee gaat men naar huis? Een boek over tuinieren, een kookboek, andere leuke oorbellen, het lang gezochte bloemenvaasje, dat soort dingen allemaal. Handgemaakte houtsnijwerk, letters. Gewoon, je kan het zo gek niet bedenken. Leuke kleding, gewoon bijna niet gedragen of nieuwe kleding. Tweedehands meubel. Barkrukken, maar ook eten en drinken. Want we hebben bij de KUS wordt gewoon het assortiment wat we normaal verkopen, zoals Surinaamse thee, wordt hier dus ook geschonken. We hebben een speciale aanbieding, tea for two of coffee for two, met een heerlijk gebakje of een cakeje erbij. De KUS bestaat al bijkans 5 jaar en is een platform voor kunstenaars, ondernemers en designers. Vanmiddag hebben de kinderen van Cute Butterfly Club een bezoek gebracht aan de art en flea market. We kwamen ook de designer-juwelier Warda Marika tegen. Ze staat bekend om haar niet-alledaagse sieraden. Ah, dus Annette heeft altijd van die leuke, creatieve ideeën. En ik heb hier vast al 6 jaar mijn sieraden die ik te koop stel. En als Annette zegt, ik heb een idee, Warda, dan kan ze me altijd triggeren. Mm-hmm. En dan help ik met de opzet. En ik volg wat ze wil, waar ze iets wil. En vandaar dat ik hier ben. Okay. Mm-hmm. En jouw sieraden, die, waar vervaardig jij ze van? Okay. Van huis uit ben ik edelsmid, dus opgeleid juwelier edelsmid. Ik werk met goud en zilver. Maar mijn creativiteit stopt niet daarbij. Als het iets is dat ik moet maken uit ritsen, dan maak ik een sieraad uit ritsen. Als ik met mijn man naar een bouwplaats ga en dan ga ik die restjes elektriciteitsdraad halen. Ja, dan kan ik er ook een sieraad van maken. En dan pas ik dan die soldeertechnieken die je geleerd hebt als edelsmid, dan pas ik die daartoe. Dus zoals je zei, ik probeer me niet te beperken tot de smeedkunst. Op mijn tafel hier op de flea market, ik had ooit sieraden waarin ik postzegels had verwerkt. Dus die ringen waar postzegels in zitten, de hangertjes. Dat is een collectie van toch 8 jaar geleden. En door het op zoek gaan naar dingen voor de flea market ben ik enkele van die stukken tegengekomen. De zeer enthousiaste Warda Marika, die ook staat op de art- en flea market. De KUS staat aan de Oukalaan.